Robin, welkom bij VVV. Dankjewel. Waarom wil je graag naar VVV komen? Ja, ik denk dat het weer dat het voor mij tijd was om een nieuwe stap te maken. En VVV leek voor mij de beste keuze om nu weer een vervolgstap te maken. Weer wat volwassener voetbal. Hopelijk stap maken naar de Eredivisie. Dus dat leek mij een goede club voor. Waarom dan juist VVV? Ja, ik ken natuurlijk ook wel al jongens hier lopen die ik dan wel al een beetje ken. Dus dat helpt natuurlijk altijd mee. Het zag eruit als een frisse groep. En zij, zij waren ook wel te spreken over de club. Dus dat heeft me uiteindelijk wel overgehaald. En de club zelf natuurlijk al heel positief in hoe ze mij hier zagen. Want hoe zagen ze jou? Ja, de back voor de toekomst. Verdedigend goed, met afvallende impulsen. Ja. Want wat voor speler ben je precies? Ik ben een speler die verdedigend eigenlijk alles om zich heen wel goed neerzet. En zelf snelheid en kracht heeft en drang naar voren. Je hebt bij AZ in de belofteploeg gespeeld. Nu maak je een stap naar een eerste elftal. Wat verwacht je van die stap? Het is natuurlijk wel anders. Je speelt natuurlijk nu echt voor fans. En natuurlijk wil je natuurlijk ieder punt pakken in de belofte ook. Maar nu gaat het echt ergens om. Want je wil natuurlijk bij een jong ploeg zo hoog mogelijk eindigen. Maar aan het einde van het jaar heeft het niet echt direct invloed op je team. En iedereen gaat natuurlijk weer door. En nu werk je echt als groep samen voor het doel om promotie te pakken. Of op zo hoog mogelijke plek. Dus dat is wel echt een verschil, denk ik. Dat er veel meer belangen bij komen kijken. Dezelfde stap hebben onlangs, een jaartje geleden ongeveer, Sam Dirks gemaakt en Richard Seljacek. Die zei al, ik ken al wat jongens hier. Heb je al veel contact met hen gehad? Ja, ik heb wat met Richie geappt al even. En ik heb met Sam lopen bellen. En zij waren heel positief hierover. Dus ik was natuurlijk wel heel nieuwsgierig hoe zij dat dan ondervinden. Richie speelt nu in ieder geval. Dus, en Sam speelt dan nu even niet. Dus even kijken of daar dan ook nog heel veel verschil ligt in hoe zij het dan ondervinden hier. Maar ze waren er allebei heel erg over te spreken. Dus dat spreekt wel aan. Wat zijn jouw doelen hier? Mijn doelen hier, natuurlijk promoveren. En gewoon nog volwassener worden. Ja, zoals ik net zeg, echt in de eerste elftal. Kijken hoe dat is, dat voelen, dat heb je uiteindelijk nodig om als echte voetballer te worden. Dan kom je ook vanuit Alkmaar in één keer in Venlo terecht. Een totaal andere stad. Wat verwacht je daarvan? Ja, zelf kom ik natuurlijk uit Hoofddorp. Dus dat is regio Amsterdam. Ik heb eigenlijk nog niet echt een idee wat ik hier moet verwachten. Natuurlijk andere kant van Nederland. Dus ik laat het allemaal maar afkomen en ik heb er wel vertrouwen in.